Goedemiddag met Gerard de Fraudeur. Goedemiddag, spreek met Makkers van Plakkers zijn voicemail. Makkers van Plakkers is op het moment even niet hier. Spreek een toets in naar de piep. Nee, je belde mij, dus ik dacht, ik doe even voicemail, maar bel me maar terug. Joejoe, zal ik doen. Joe. Ah, oké, even Gerard terugbellen. Hey Makkers. Hey Gerard, je had gebeld. Volgens mij was het andersom, maar ik ben dan weer vergeten. Ja, het kan zijn. WhatsApp? Ja, jij belde. Goed, nee. Oh, belde ik echt? Ja, jij belde. Ach, ik was het alweer helemaal kwijt. Ja. Nee, kan gebeuren. Maar hoe is het? Ja, helemaal goed, Bert. Met jou? Ja, goed. Ik heb zojuist gefraudeerd. Hey, Ling. Ik heb... Oh, dat ben je helemaal niet! Oh! Dat was Gerard. Ik denk al, waarom loop je krom? Maar dat is Gerard. Oh. Ik heb een technisch probleem. De kapper wil mij niet meer knippen, dus ik loop voor eeuwig als Ling-Ling-Ping rond. Dit vind ik heel eng. Hey, Plaksnoor! Ik zag het wel, hè? Hard door de bocht. Dat wil ik niet meer zien van ons. Wacht even, dit regel ik wel, Jori. Kom maar even. Meneer Robben, kan je even meekomen? Ja, zijn maar geen domme dingen, dat is goed. Nee, dat komt goed. Yes, stop. Oh, okay. Wat moet ik doen? Yes, nou we hebben het geregeld, Jordi. Wat moet ik daar? We hebben het geregeld, kom, we kunnen. Nee, staan blijven. Yes, dankjewel meneer Robben, we spreken u verder nog. Nee, leg maar even staan. Als u ons nu laat staan, dan ga ik vertellen over uw corruptie tegen het korps. Hij heeft geld aangenomen van mij, is corrupt. Driftend door de bocht. Heeft u bewijs dat ik aan het driften was? Ja. Hey. Ik ben getuige, hij driftte door de bocht. Jongen. Hij zei, kijk hoe ik hier ga driften. Ja, ik zou zijn rijbewijs innemen. Okay, ik denk dat je even een nieuwe cursus moet gaan volgen bij het CBR. Ja, ik denk dat je moet inschrijven voor de educatieve maatregelen. Nee, ik geef wel even een waarschuwing. Ja, maar waarschuwing, dat doet hij niks mee. Waarschuwing, hij doet het zo meteen de volgende bocht als jij weg bent. Dan doet hij het gewoon nog een keer, hè? Doe nou niet zo. Hier heeft hij niks aan een waarschuwing, hier leer je niks mee. Ook mag ik mijn 1600 euro wel terug, want overkopen werkte niet. Nee, want het is illegaal geld. Dus hoezo het illegaal geld? Geld is toch gewoon geld? Staat er illegaal op het geld, of? Er staat er, hoe kan jij weten dat het illegaal is? Mag ik mijn 1600 euro terug? Anders ga ik de rest van je korps informeren over je corruptie. Ja, want we mogen gaan. Kijk, je hield al staan. Ik gaf die 1600 euro, maar nu mogen we gewoon gaan. Ja, ik weet al hoe het zit. Ja, kijk hier. Ah, hey! Oh, ik krijg het ook nog. Nou, kijk! Jongens, ik heb een nieuwe witwasser gevonden! Wat top dit! Let's go! Nou, succes! Ja. Ik heb een nieuwe witwasser gevonden! Ik doe even een dripje als we hier wegrijden, vind je? Hey, dit vind ik top, jongens! Dankjewel, Plaksnoor! Is eenmalig. Maar toch, denk ik. Is goed. Joejoe! Meneer Van Plakkers! Hey, Rick! Hallo, meneer Van Plakkers! Ik wil even melden dat er een corrupte agent is onder jullie. En ik dacht, wie kan ik dat beter vermelden dan een corrupte agent hemzelf? Die zit niet voor niks in de corruptie in mijn mobiel. Ik weet echt niet hoe je daarop gekomen bent. Maar ik dacht, ik wil even een melding maken over de corrupte agent. En wie is de corrupt volgens jou? Robbe Plaksnoor. Robbe Plaksnoor? Is Robbe Plaksnoor corrupt? Die is corrupt. En waarom is Robbe Plaksnoor corrupt? Hij heeft voor mij 2000 euro, of het was 3, gewitwast. Heeft hij voor jou wit gewassen? Oh. Ja, 3000 euro ongeveer. Oké. Okay. Ja. Zo, dat is nogal wat. En dat wilde ik even melden. Hij deed alsof het zeg maar in beslag was genomen natuurlijk. Zo kon hij het veroorloven, maar eigenlijk gaf hij me daarvoor het exact hetzelfde bedrag terug in wit geld. Hij heeft dit daar weer voor teruggegeven. Mm-hmm. Oké. Okay. En wanneer heeft dit plaatsgevonden? Een tijd geleden, maar ik was bang om dit daarmee naar buiten te komen, want ja... Je bent zwanger. Je weet maar nooit wat er dan kan gebeuren in dit wereldje als je met zoiets naar buiten komt. Maar wat is een tijdje geleden, voor? Een week, ja. Ongeveer een week geleden? Ja. En waar heeft het plaatsgevonden? Bij bouwterrein tegenover de car dealer, volgens mij. Ja, ik eigenlijk wel zeker, ja. Oké. Okay. Nou, ik ga het hem doorgeven aan de Rijksrecherche. Als je het geld wilt voor vingerafdruk of zo, weet ik wat, dan moet je het zeggen. Leg het maar even apart. Mocht het nodig zijn, dan gaat de Rijksrecherche contact met jou opnemen. Is goed. Ik kan beter dit melden bij een corrupte agent. Die weet wel een beetje hoe en wat natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Dat corrupte, daar gaan wij het nog eens een keer samen over hebben, meneer Van Plakkers. Ik ken wel een corrupte. Dat is iets waar wij het samen nog wel een keer over gaan hebben. Yes. Want ik ben nog steeds heel benieuwd waar je dat vandaan hebt gezogen. gaan we er even. Hoe groot jouw duim is dat je dit eruit kunnen zuigen, zeg maar. Ja, mijn duim die is niet zo groot als mijn neus, maar... Ik denk er komt iets anders uit, maar daar ga ik nu even niet meer tegen. Waar ben jij trouwens, Makkers? Want ik heb even mijn collega, die zegt inderdaad dat het wel verstandiger is om toch even het geld van jou over te nemen. Ja, maar weet je wat het is? Ik ga op het moment niet met jullie afspreken. Want ik weet wat er dan gaat gebeuren. Ja. Rick? Ja, maar luister, jij belt mij. Jij wil aan mij vragen... Ja? Jij wil bij mij een melding doen ter zake een corruptie van een agent. Ja, ik meld het gewoon even. Ja, maar dan vraag je eerst aan mij wat je met dat geld moet doen. Ja. Ik dacht van,
nou, het is het verstandigste om er even niks mee te doen. Ja. Maar goed, uiteindelijk zegt mijn collega nu, die hoger in rang is dan ik, ja, die zegt dat ik toch het geld bij jou even moet komen ophalen, omdat dat voor onderzoek moet. Zeg, ja, maar dan mis ik 3000 euro. Waarom bel je mij dan? Nou, ik denk jullie kunnen het zelf wel afhandelen. Ga naar hem toe, kijk camerabeelden. Ja, nee, maar we hebben daar bewijs voor nodig. Het was net nog 2000 euro. Oké, kan ik iemand, want het is verschillende briefjes. Ik kan één briefje is goed genoeg om het onderzoek, of meerdere. Ik geef je een paar briefjes en dat doen we dan via Gerard. Ja. Nee. Ik wil jou zelf gewoon heel even spreken. Nee. Dan weet ik wat er gaat gebeuren. Waarom wil jij mij niet spreken dan? Ja, want ik weet wat er zeg maar gaat gebeuren met als ik met enkel. Wat gaat er met jou gebeuren dan? Is wel leuk. Ik heb een VTA openstaan, Rick. Dat weet je hartstikke goed. Waarom heb jij een VTA openstaan? Ik heb absoluut een VTA openstaan, dat weet ik zeker. Waarom? Waarvoor zou jij een VTA openstaan? Ja, wat heb je gedaan? Ik heb ontvoeren van de burger. Nee, dat is niet waar, Gerard. Ik heb weet ik niet eens meer wat ik heb gedaan. Iets. Je weet niet eens wat je gedaan hebt, maar je denkt wel dat je een VTA hebt. Ik heb niks gedaan, ik ben onschuldig. Wat heb je gedaan van? Je bent onschuldig. Ik ben onschuldig. Nou, maar dan kom je toch aangeven en dan laat je toch voor met een advocaat laat je toch zorgen dat het opgelost wordt. Nee, want zo onschuldig ben ik ook niet. Maar je moet me vertrouwen. Ik geef het via Gerard aan jou, want het geld is het geld. Nee. Luister, dat gaat niet, want dan staan ook zijn vingerafdrukken erop. Dan zorg je dat hij alles kunnen draagt. Nee, ik wil jou gewoon persoonlijk even spreken. Zeg maar, Gerard komt eraan. Maar als dit een val is, Rick, dan vind ik het oprecht niet leuk, hè? Meneer Van Plakkers. Kan je mij beloven dat je me niet aan gaat houden? Nee, tuurlijk niet. Kan je me dat beloven? Beloven zelfs? Ja, beloven. Waarom zou ik jou dat gaan beloven? Nu weet ik dat ik het niet kan vertrouwen. Luister, kijk, het feit is gewoon heel simpel. Ik kan jou niet beloven dat op het moment dat jij een VTA op je naam hebt staan, dat ik jou niet ga aanhouden. Het is dat jij het nu tegen mij zegt. Kan je het nachecken? Dus dat houdt in dat ik eerst het een en het ander moet gaan uitzoeken. Kan jij eens kijken of... Daar heb ik jouw identiteitsbewijs voor nodig. Anders kan ik het niet zien. Nee, dat kan je ook vinden in jouw systeem. Nee, echt niet. Jawel. Nee. Wij hebben een nieuw systeem. Ik moet vlakjes. Wij hebben een nieuw systeem. En dat nieuwe systeem vereist ons dat wij de identiteitsbewijs moeten scannen. Hij zegt goed acteren, wat doet hij dat toch? Nee, dat gaat niet. Laten wij nou gewoon even met elkaar afspreken. 1-1. Jezelf laat oppakken en dan met een advocaat gaat laten... Maar het duurt altijd zo lang. De hele veroordeling duurt nog langer dan de celstraf zelf. Ja, dan neem je geen advocaat. Ja, maar dan duurt de celstraf echt nog langer. Ja, wat wil je nou van Marcus? Ja, gewoon vrij. En ik wil dat Robben opgepakt wordt. Want Robben is corrupt, dat is jij. We kunnen hem ontvoeren. Ik ben niet corrupt. Hé, ik moet ophangen, ik heb een spoedmelding. Later. Is goed. Joe, Rick, de corrupte agent. Ik heb laatst goed geoefend op een liedje. Mag ik die aan jullie tonen? Ja. Oké, komt ie, hè. Dekkertje dap. Klom op de trap. Morgens vroeg om 6:45 om de giraf een klantje te geven. Dag giraf, zei dekkertje dap. Weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dekkertje, ik sta paf. Zei dekkertje dap. Ah, leenling! Je zat in jouw auto. Ja, ik wil echt nu weg hier. Wel leuk, ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve dag. Hij ging ook gewoon door. Hey, ook kut dit, echt waar. Maar als je terugkomt, zingt hij gewoon nog steeds. Gerard, stap in en stop met zingen. Ik word straks nog een copyright. Nou, ik zou zeggen, ze gaat deze motor. Yes, top, dankjewel. Wacht. Nee. Help! Hey, niet trappen! Marcus. Ja, hij gaat trappen. Ja, Gerard! Oké, ik ga nog even één keer het hele liedje doen. Nee! Vond je niet mooi? Normaal zou ik nu met helm rijden, want dan zou ik niet staande gehouden worden, maar ik heb toch een VTA opgestaan, weet je? Oh ja. We gaan het regelen met deze dinges. Wat ga je regelen? Ja, Rick bellen en ik ga zeggen, kom naar locatie. Ja. En daar regelen wij... Ik weet wat, als ik jouw outfit aandoe, met je bed, met je brilletje, met het baardje, en ik ga daar staan, dan wordt op mij een beetje beter BTGV afgevuurd en dan word ik aangehouden. Oké, gaan we doen, Gerard. Dan lig ik achter een muurtje in de bosjes. Krijg ik vuurwapens op een mik en ik doe even dacht beweging. Ja. Even dacht beweging, word neergeknald en dan blijkt er dat ik het helemaal niet ben. Ja, top! Ja, oké, bril is prima. Nee, dit is goed. Hou maar zo.
Kom naar, we gaan naar de kapper nu. Oké, Gerard, dan ga ik even het plan vertellen. Vertel. We gaan zo meteen achter een, bij een gaan plekje staan waar een muurtje achter zit. Ga ik achter een muurtje. Oh, zo'n half muurtje. Ja, ga ik erachter liggen. Zo'n muurtje rechts, of zo. Ja, gewoon echt zo'n heel kort muurtje, weet je. Ja, dan ga ik achter liggen. Ja. Om vervolgens, ga jij daar staan, dan kan ik ook gewoon praten, weet je. Terwijl, terwijl jij daar staat. En dan kan ik met ze praten. Alleen, en dan word jij meegenomen en dan zeg ik op een gegeven moment zwijgerecht. En dan word jij meegenomen. En dan denken ze dat mijn VTA klaar is. Oké, dus het plan is, maar dan moet je heel dichtbij mij staan, want anders je hoort het geluid verder weg, hè? Ja, maar ik kan schreeuwen. Ja, maar dan hoor je nog steeds dat het ergens anders vandaan komt. Ja, oké, maar dat komt wel goed. Ik ga er wel dichtbij staan, echt liggen ook. Of in een bosje. Ja, met een bosje en een muurtje. Het moet een ideale plek zijn. Gaat Gerard als jou naar Lick Dutch om geld af te leveren? Ja. Heb je even voor mij. Nee, je mag niet kromlopen, dus ik ga een soort touw om je borst heen doen. En dan zit een soort plank aan de achterkant die je ga me vast, Jorre. Nee, dat trek je rug. Ja, kijk. Oh, ja. Oh nee, het lijkt niet op mij, maar... het lijkt echt niet op mij. Je hebt veel te lang hoofd. Wat? Je hebt echt een veel te lang hoofd. Ach, je boeien. Ja, maar misschien als je hier staat en dat ik dan hierachter sta. Wat horen ze? Nee, maar zo. Ja, als ik hier ga staan. Ja, Makkers, heb je die shortbot nog? Ja, kom, die heb ik voor je. Kom hier. Oké, niet zo, uit. Trek je shirt maar even uit. Komt die Gerard? 3. Het gaat even pijn doen, het gaat even kraken. 3. 2. 1. Ja, goed zo. En doe je shirt erover aan. Oh, ja, goed zo. Ja, het kan even branden, maar je trekt je rug wel recht. Oh, ja zo. Nee, je moet bij het Lingling staat eigenlijk staan. Ja, ja, hier, vooral jij moet in zicht zijn. Ja, maar ik moet ergens tegenaan lopen. Ja, kijk, Lingling, ga jij maar trouwens om het hoekje staan? Gewoon prima. Ik ga hem nu bellen. Meneer Van Plakkers. Hey, ik heb me over nagedacht en ik wil afspreken. Ik heb geld bij me zelfs. Je hebt het geld bij je? Ja, ik heb je meerdere locaties gestuurd, anders verdwijnen ze natuurlijk. Maar het is gewoon dezelfde locatie. Oké. Okay. En nou, dat is goed. Beloof het me. Ik beloof niks, dat heb ik jou heel duidelijk verteld. Nee, oké, prima. Maar ik vertrouw je. Daar houden we daarmee. Ik heb je heel duidelijk verteld dat als blijkt dat jij een verzoek tot aanhouding open hebt staan, dat ik dan niet kan beloven dat je daar niet voor aangehouden wordt. Ja, dat prima. Is geen belofte. Nee, oké. Dan zie ik je zo. Oké? Ja, tot zo. Tot zo. Ze zijn er volgens mij. Volgens mij zijn ze er. Volgens mij zijn ze net. Hey! Zo, zijn jullie zelfs met meerdere? Ja, ik had mijn vriend meegenomen. Oh, en wie is die vriend? Beroep ik even op mijn zwijgerecht. Je beroept je op je zwijgerecht? Ja. Oké. Hey, ik heb het geld, dat zit in mijn auto. Ja. En dat kan je gewoon pakken. Dat staat gewoon open. En dat is meer dat je niet nodig, toch? Nou ja, ik heb in principe, ik heb jouw verklaring heb ik hier staan. Ja. Tenminste, ja, je telefonische verklaring heb ik dan zo gezegd. Ja. Dat jij aangeeft dat die corrupt zou zijn. Omdat die €3000 van jou deed alsof hij het in beslag genomen had. Ongeveer een week geleden op het bouwterrein tegenover die Chinese car dealer. Maar waar zit het geld dan? In mijn auto. Dat kan je in pakken. Auto. Ja, dat kan je pakken. En waarom krijg ik dat niet gewoon van je? Waarom moet ik dat zelf pakken dan? Ja, omdat ik het gewoon... Ik wil hier blijven staan. Jij wil daar blijven staan? Ja. Oké. Nou, we zullen eerst eens even kijken hoeveel het... Waar staat het in je auto? Ligt het in, op de achterbank, bestuurdersstoel, passagiersstoel? Nee, kofferbak aan de voorkant. Oké, nou, we zullen eens kijken. Ik vind het wel eng, dit. Ik zie niks. Nou, het zit er toch echt? Ja, dan kan je het even laten zien, want ik zie het niet. Nou, het zit er echt, hoor. Het zit er echt. Loop maar even mee dan kan je het laten zien. Nee. We doen het op mijn terms. Meneer Van Plakkers. Ja. Ik kom hier naartoe, speciaal op jouw verzoek. Ja. Kan je toch gewoon even meelopen om het even te laten zien? Ja, nee, zeker niet. Ja. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het allemaal niet. Wat vertrouw je niet? Ja, gewoon het algemeen. Ik sta hier toch? Ja, ik weet het. Ik ook. Nou, maar ik sta het hier. Ligt in me. Het ligt erin. Hier. Of je hebt het. Het is weggepakt, ja. Kijk eens hier. Ja. Woehoe. Ja, hallo, koekoek. Hey, jij met die grote neus. Hey, niet over mijn neus, jongen. Jij met die grote neus. Maar het ligt er. Of je hebt het weggepakt, of er is, niks mee gebeurd. Het ligt in me. Nee, hoezo? Ik weet toch zelf waar ik het heb neergelegd? Waarom zou ik ermee moeten lopen? Loop even mee. Nee, nou... ik weet zelf waar ik het heb neergelegd. Loop nou gewoon even met me mee. Nee. Doe nou niet zo moeilijk. Nee, ik vertrouw dat allemaal Marcus. Niet. Nou, loop even met me mee dan, alsjeblieft. Vraag zeg ik nu nog alsjeblieft. Nee, oké, ik loop wel mee. Maar dan gaat mijn dinges ook mee, mijn maat. Die loopt ook mee. Waarom niet? Nee, oké, ga maar. Ik volg je wel. Nu kan ik niks meer zeggen. Nu kan ik helemaal niks meer zeggen. Nu moet ik mijn mond houden. Hoe gaan ze dit nou regelen? Ik ben er nu gewoon niet bij.
Meneer Makkers, waarom ben je er, waar ben je er zo bang voor? Ik vertrouw het gewoon niet. Ik heb gewoon geen zin om... Waarom vertrouw je niet? Ik heb gewoon geen zin om weer in de gevangenis te komen. Hé, ik zweer je, wij zijn echt maar met z'n tweeën hoor. We zijn niet of zo dat er... Nee, weet ik, maar... ...macht op je wacht. Maar waar ligt het spul? Want je zegt, we gaan samen kijken en nou breng je weer hierheen. Ja, het lag er toch gewoon? Nee, dat is het. Ik heb net gekeken en ik zie het niet. Het ligt er gewoon. Het lag op de passagiersstoel. Zag je het niet? Jij zegt in de kofferbak aan de voorkant. Oh mijn god, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, sorry. Het ligt op de passagiersstoel, sorry. Ja. Jij zegt maar wat ik zeg, ik keek ernaar, ik wees ernaar. Loop even mee. Ik pak het koffertje wel. Dit gaat echt nooit werken. Dit gaat echt nooit werken. Mag ik het tasje overnemen dan? Ja, neem maar, hier. Ga ik het eventjes, kijk even goed, nee, hè. Je ziet maar. Dat ik het hier, loop even, loop even mee. Neem maar maat, loop met je mee. Die checkt alles. Ja, oké. Okay. Zie je, let op. Heel kut dit. Heb je het gezien, Makkers? Ik heb alles gezien. Ja? Ja. En dus mijn maat heeft gecheckt. Ik heb de tas van jullie overgenomen. Ja. De tas is in de bewijsdoos gegaan en de bewijsdoos staat bij deze achter in de kofferbak. Prima, top. Dan is dat geregeld. Nou, dat was hem. Ja. Wil je nog iets verder verklaren? Wil je nog iets vertellen? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Oké. Okay. Prima. Oké, okay, top. Fijne dag. Hetzelfde, Rick. Hoe zou ze even... Ik heb een VTA op, dus ik weet het zeker. Ik weet het zeker dat ik een VTA op heb staan. Heel kut dit. Echt heel kut. Dit is echt heel kut. Waarom is dit? Waarom is dit een ding? Ik weet het niet. Omdat ik een VTA op heb staan, maar ik snap niet waarom ze me niet aanhouden. Weet je wel dat Gilad aangehouden werd? Nou, het was voor de zekerheid dit. Alleen, ik snap het niet. Ik heb 100% een VTA op. Maar dit was wel slim. Als ze zeggen, nou, dan moet je mee, dan kon je aan de achterkant vluchten. Ja, ik kom gewoon weg. Ik kom gewoon weg. Nice. Makkers, kan je wel echt over, hè? Ja, wacht, kom maar naar de put. Ja, we zoeken even dichtstbijzijnde put op, hier. Oké, okay, Gerard, ik trek hem open, jij klimt erin, oké? Ja, is goed. Oké, 2 seconden, 3, 2, 1, ja, open. Doei, Geri. Zo, Gerard, doen we de put weer dicht. Hey, Lingling, wil jij via dezelfde put verdwijnen als ik Gerard heb laten verdwijnen? Ja. Kom maar, of doen we deze al bij jou, we doen deze al bij jou. Ik ga erop staan, dan trek ik hem open en dan verdwijn jij in de put, oké? Okay? Ja, komt goed. Yes, 2 seconden. 3, 2, 1, ja, zo. Nou, hoppakee. Oh, je bent je mobiel vergeten, Lingling. Ah, dat is niet zo erg. Nou, helemaal geregeld. Dus je dat die agent die daar is corrupt is? Die met het petje. Met dat petje. Erik. Ja, die is corrupt. Ik had laatst toevallig vandaag een dealtje met hem. Rick, waarom doe jij nooit dealtjes met mij dan? Wilt u dat we er iets mee doen? Meneer Van Plakkers. Hey. Okay. Hallo. Goeiedag. Zeg. Stap. Waarom roep jij net corrupt? Niks. Dat riep ik niet. Ja, dat riep jij wel. Ik heb niks gehoord. Ik wel. Misschien de wind bijt een beetje, dat dingetje over de grond. Ja. Je weet maar nooit wat je hoort. Oh, is dat het? Schater over de grond, hè. Hey, Rick. Hey. Ik wist niet dat je corrupt bent. Meneer Van Plakkers.